De coalitie is niet blij met de gang van zaken in de kwestie van de ontmanteling van de Paranam-plant. Dit zei de fractieleider van de NDP gisteren in DNA. NDP-vicepresident Ashwin Adin heeft namelijk aangegeven dat nagegaan moet worden hoe de bauxietreserves in het Bakhuisgebied aangewend kunnen worden. Dit is volgens hem nodig voor de continuïteit van de bauxietindustrie in ons land. Volgens de vicepresident moet alle data die zowel door de staat als door derden is verzameld, beschikbaar worden gesteld. Adin ging in op de conceptovereenkomst die de regering is aangegaan met de multinational Alcoa ten aanzien van de ontmanteling van de Suralco-plant. Met deze uitgangspunten als leidraad zijn de verschillende posities uitgewerkt wat geresulteerd heeft in de conceptovereenkomsten die onderdeel zijn van de ontwerpwijzigingswet. Er zijn diverse vormen geweest waarin zowel de regering als u, het parlement, deze uitgangspunten hebben uitgedrukt. De conceptovereenkomsten, een listing. In de hoofdovereenkomst, dat we noemen de Framework Agreement, is neergelegd de vervroegde beëindiging van de Brokkeponde overeenkomst en de overdracht van het Afubaka waterkrachtwerk, beide plaats te vinden op 31 december 2019. Overigens stellen wij voor dat in de wijzigingswet wordt vastgelegd dat het waterkrachtwerk in een onderneming wordt geplaatst waarin de staat ten alle tijde volledige zeggenschap heeft, zoals wettelijk bepaald. De vicepresident deelde het parlement verder mee dat de geheimhoudingsovereenkomst tussen de regering en Alcoa is opgeheven en dat de regering daarom bereid is alle informatie met de gemeenschap te delen. Hij benadrukt dat het pakket aan afspraken waarover de staat heeft onderhandeld met de multinational een positieve impact van ongeveer $1,4 miljard heeft voor ons land. Na de toelichting van de VP was het de beurt aan het parlement om te reageren. De fractieleiders van de NDP en de NPS, respectievelijk André Misikaba en Gregory Rusland, beten na de schorsing de spits af. Die vraag naar die gewijzigde wet is niet uit de lucht komen vallen, omdat in elk geval wij aan deze zijde van oordeel zijn dat met al de handelingen in het veld op dit moment, voorzitter, dat die overeenkomst geschonden wordt, voorzitter. De regering plaatst ons niet in een eenvoudig karwei, voorzitter. Want we hebben die overeenkomst niet. Er gebeuren dingen in het veld. We horen ontmanteling en we zijn vandaag hier om dat te bespreken. Milieu, zaken die spelen, veiligheid van mensen, de plantage, eigenaren daar, voorzitter, die ook in beroering zijn. Het is niet eenvoudig, voorzitter. Terwijl het parlement in elk geval op papier, voorzitter, de president heeft de vragen die gestuurd zijn beantwoord, voorzitter. Maar we hebben, zoals de president vorig jaar oktober heeft toegezegd, de gewijzigde Brokkeponde overeenkomst niet, voorzitter. En ik moet u zeggen dat de coalitie niet blij is met die ontwikkeling, de totale coalitie, fractie, NDP, BEP, HVB, we zijn niet blij met, voorzitter, die werkwijze. In ieder geval van deze kant uit, wij niet happy zijn met de ontwikkelingen. Omdat wij vaker afspraken hebben gemaakt met betrekking tot het toezenden van de gewijzigde Brokkeponde overeenkomst of informatie met betrekking tot de Brokkeponde overeenkomst zoals dat staat. En we merken inderdaad bepaalde ontwikkelingen waarbij we kunnen stellen dat het wezen van de Brokkeponde overeenkomst wordt aangetast. Er worden voorbereidingen getroffen voor werkzaamheden die allemaal te maken hebben met de werking van de Brokkeponde overeenkomst. En zoals we buiten vaker hebben gezegd, zal dit niet kunnen zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van de Nationale Assemblée. De fractieleiders Misikaba en Rusland, het hele parlement was het erover eens dat de ontmanteling van de Paranam-plant stopgezet moet worden. Zij verwacht dat de regering zo spoedig mogelijk de definitieve overeenkomst naar het parlement stuurt.
Indien de regering en Alcoa zonder tussenkomst van DNA de overeenkomst formeel beëindigen, is dat een schending van de Brokopondo-overeenkomst.